zullen we meteen beginnen maar dan. Prinsjesdag, namelijk gisteren. De miljoenennota die was alweer netjes uitgelekt. Dus we wisten eigenlijk precies wat we konden verwachten. Gebeurt ieder jaar, kijkt niemand van op. Niemand behalve één man. Ronald van Raak. Ronald van Raak was ziedend. Er heeft vanuit de ministeries iemand de stukken voor Prinsjesdag gelekt. Goed. Dan hoor je in de gevangenis. Dan hoor je niet op een ministerie. Ja, Pechtold liep weg. Dat hebben we meer dus niet doen. Maar woest is die. De miljoenennota is uitgelekt. Hoe is het mogelijk? Maar Ronald, dat gebeurt elk jaar. We hebben nieuws voor je. Dat hebben we misschien niet goed gecommuniceerd. Maar er zijn een paar zekerheden in het leven. Die gebeuren altijd, elk jaar. Voor 2019 alvast een zekerheidje voor jou op een rijtje. Schrijf even mee, pen en papier erbij. De miljoenennota gaat weer uitlekken. We maken nog steeds geen schijnvakantie bij het Songfestival. En de relaties van Gordon duren zelden langer dan de troonrede zelf. Ja, duidelijk, mooi, dan kunnen we door. Nog zo'n zekerheidje in het leven. Er was altijd boer zoekt vrouw. Maar wat een teringzooi is het daar. Eigenlijk zou het hele programma... Ja, echt, eigenlijk zou het hele programma gewoon sorry moeten zeggen voor het bestaan. Het was altijd een zekerheidje hoe het liep. Een groepje sociaal onhandige, contactgestoorde boeren... die nooit hun erf afkwamen. Hun enige kans op een relatie was Yvonne. Die dan arriveerde met een busje vol wanhopige vrouwen. En de boeren konden nooit kiezen, want die vonden alles eigenlijk wel goed. Die waren al lang blij dat er iemand kwam. Een vrouw met een bochel en een klapvoet. Prima, maakt niet uit. Doe maar. En dat die vrouw ook nog een open relatie... bleek te hebben met twee rotwaarders. Maakt er niks uit, maakt hem geen flikker uit. Blij als een kind waren ze. Maar je moest ze nu zien zitten, joh. Afgelopen zondag, die wilde geen snor. Die wilde geen paardenmeisje. Die was te dik. Die was te dun. Die wilde dat. Zo vereisen ineens. Het is overduidelijk wat er daar aan de hand is. De boeren hebben getinderd. Ze hebben door... ze hebben door dat er zoveel meer opties zijn... dan de boeren die Yvonne meebrengt naar hun boerderij. En het toppunt was natuurlijk wel boer Remco... Die had Tinder al 3 keer uitgespeeld voor boer zoekt vrouw überhaupt begon. Er was een feest voor hem georganiseerd met 40 vrouwen. Sommige terroristen doen daar een moord voor, maar hij kende ze allemaal al. Hij had ze stuk voor stuk al in zijn melkput gehad. Ja, hij had bovendien precies dezelfde kleren aan... als in de voorstelaflevering van 4 maanden geleden. Die heeft dus kortom 4 maanden niet thuis geslapen. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik zat er te kijken en ik dacht, er is maar 1 optie om dit programma te redden. Koppel die boeren nou gewoon eens aan elkaar. Hè? Die mensen begrijpen elkaar, die begrijpen het boerenleven... die begrijpen de stank, de vliegen... en zijn bovendien hartstikke leuk samen. Kijk maar, dan heb je bijvoorbeeld Jan en Saskia. Nou, hartstikke leuk, geweldig stel op leeftijd. Of je hebt bijvoorbeeld Steffi en Rudy. Nou, lijken zelfs op elkaar, hartstikke leuk. En dan heb je natuurlijk Wilfred en Jaap. Ja, en nu hoor ik jullie denken, hè, maar die zijn toch hetero? Nou, daar dacht de vader van Jaap dus echt heel anders over. Nou, hartstikke leuk. Ja. Gefeliciteerd. 48 vrouwen. Vrouwen, ja. Ja! Ik weet niet wat daar productioneel gezien niet helemaal lekker is gegaan. Maar het lijkt me wel duidelijk wat daar aan de hand is in ieder geval. En Wilfred kreeg maar 6 brieven. En dan moet je gewoon zelf tot de conclusie komen. Laat ik het eens over een andere boeg gooien. Het lijkt me de enige manier om het programma nog te redden. Maar die tijd is een sorry van alles. En iedereen bij Boer zijn vrouw is op zijn minst op zijn plaats. En gelukkig zijn er altijd nog zekerheden in het leven die gewoon hetzelfde blijven. Je hebt Lionel Messi die er gewoon weer 3 in knalt. Klaas Dijkhoff die zich impopulair maakt, ook altijd hetzelfde. En Bert en Ernie die gewoon hele goede vrienden zijn. Wat is dit nou weer? Waarom moet ik dit weten? Wat is dit? Ik wil dit niet weten. Ik kan nu geen kinderserie meer kijken zonder daar meteen hele andere gedachten bij te hebben. Ik bedoel, neem een Bassie en Adriaan. Zijn dat echt goede vrienden? Of is het eigenlijk altijd geweest en zie je Bassie gaan, dan komt Adriaan. Ik weet het niet meer. En waarom heet Inimini eigenlijk Inimini? Is ze gewoon heel klein of weet zij dingen over meneer Aard? Maar de belangrijkste vraag van allemaal, van wie is de onderbroek op het hoofd van Tommy? Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. En ik wil het zo laten. Sommige dingen willen we niet weten en die functioneren ook prima onder de pet. Niet alles hoeft uit te lekken. Daar heeft Ronald van Raak eigenlijk gewoon een punt. Dus sorry, Ronald. Martijn Cadeau.